Wat wij horen en wat wij zien is dat er delegaties al heen en weer vertrekken. Er worden studiegroepen ingesteld en we horen dus dat Guyana zelfs al een mogelijke bron voor financiering heeft van die brug. En dat op zich, dat Guyana zo snel zeg maar, hun medewerking hebben toegezegd aan die bouw. Je hebt redenen om met enige angst te kijken. Ik zal niet zeggen angst, maar in afval met enig wantrouwen te kijken naar het standpunt en de houding van de Guyanese regering. In hetzelfde gebied heb je een dispuut in het Tigri-gebied, dus ons grondgebied, en wij horen daar beheersraden uit te voeren en niet Guyana. Ja, tuurlijk. Maar als er een brug ligt tussen die twee landen, dan blijft toch dat deel dat zolang dat boven de quarantainrivier hangt, blijft dat toch gewoon Surinaams grondgebied? Inderdaad, het klopt. Het is ons grondgebied. Maar laat het dan doorklinken in de overeenkomst die dan daar uiteindelijk wordt neergezet. Maar we horen dat te weinig. Wat u betreft, of Paulus betreft, geen brug zonder een degelijke oplossing ten aanzien van Tigri. Nee, wat wij zeggen is, zoek maatschappelijk draagvlak ervoor. Mobiliseer deskundigheid die er kritisch naar kijken. Die brug mag komen voor wat ons betreft. Maar laat het dan duidelijk zijn dat Suriname de financiering van die brug moet zoeken. En dat Guyana slechts verantwoordelijk is voor het bruggenhoofd en de aan- en aanvoer van de wegen aan de andere zijde. Maar dat we ons beseffen op dit moment dat het gaat om een Surinaamse brug over een Surinaams grondgebied. En dat met die instelling wordt gekeken naar die bouw van die brug. En dat met die instelling deskundigheid wordt gemobiliseerd in ons land en vervolgens wordt ingezet in die onderhandelingen met Guyana.